En ik wil jullie gewoon namens de gemeente gewoon hartelijk bedanken dat jullie zo erg veel best hebben gedaan met al jullie mooie plannen. Om hier gewoon een leuke plek van te maken. Ik zelf kom hier ook vaak langs met mijn kinderen. Toen waren we altijd als we hier een zwemles gaan. En hiervoor was het toch een beetje een donkere plek. En dat was nou niet echt leuk om te spelen. Maar nu denk ik zeker als het ook nog een beetje geregend wordt. Ik bedoel, ouders moeten wel alle schone kleding meenemen. Maar in ieder geval denk ik dat jullie daar heel veel plezier gaan beleven. Dames, jullie hebben de fototentoonstelling gemaakt in het Volkspark. Wat voor foto's zijn hier te zien? Ja, allerlei verschillende. We hebben gewoon op elke plek iets geprobeerd te zoeken wat ook op deze plek van het Volkspark heeft plaatsgevonden in de afgelopen 100 jaar. Ja. Dus ze staan er familieportretten, maar ook oude foto's van het paviljoen of van de voetbalvereniging die hier aan deze kant was. Ja, van alles eigenlijk. Hoe lang zijn jullie daarmee bezig geweest? Oei, nou, ik denk met alle voorbereiding zo wel 1,5-2 maanden. Ja, denk ik wel een beetje dat we daaraan zitten. Ja. En waar ben je het meest trots op? Ja, dat is denk ik voor ons allemaal iets anders. Ik zelf ben het meeste trots op het bord van SVV. Maar ik ben ook wel heel erg trots op dit bord van de pelgrims. Omdat dat echt wel bloed, zweet en tranen heeft gekost om een goede foto te vinden. De zoektocht naar de pelgrims van nu. Dus het zijn eigenlijk de opa's en oma's van de oude, deze pelgrims die op het bord staat. Ja, en jullie? Ja. Ja, ook wel deze hoor. Dit is echt zo'n. Was interessant om dat een beetje te onderzoeken. Je moet met heel veel dingen rekening houden met allemaal marges en hoogtes en breedtes en regels en wel niet. Maar ik vind het ook wel mooi omdat het echt zo'n. Ja, het spreekt echt voor wat het is. Deze plek ook, voor die mensen. Ik vind het heel gaaf. Dit is wel mijn favorietje, denk ik. Ja, ja, ik vind deze. De familieportret ook echt wel goed. Ja. Ik bedoel, je ziet ondertussen al dat er echt al tientallen mensen op de foto gaan. Dus dat is wel echt. Ja, dat is toch wel een mooi compliment, vind ik. Ja. Dat is heel erg leuk. Met de kinderen van twee basisscholen de natuurspeeltuin ontworpen. Hoe is dat proces gegaan? Ja, eventjes vertellen dat niet samen, maar ook met Daniel Mol die daar staat. Maar die zal er zo wel bij komen. We hebben de kinderen uitgenodigd om met een soort reuzenmaquettes hier op het veld. Met zand, natuurlijke materialen na te denken over hoe je deze plek zou kunnen herinrichten. Er zijn iets van 20 ontwerpen gemaakt. De consensus uit die ontwerpen hebben we samengevoegd in één ontwerp. Dat hebben we teruggekoppeld naar de kinderen en de buurt toe om te vragen van is dit ongeveer wat jullie dachten. Zij hebben een klap op die hamer gegeven van het ziet er goed uit. Dat zijn we gaan maken. Dankzij Piet. Niet alleen de natuurspeeltuin is aangemaakt hier zo, maar er zijn ook nog andere dingen. Ja, we hebben 5 jaar geleden gezegd we willen het hele park aanpakken. We werden daarbij geholpen door firma Nolet. Die zegt van nou we willen wat geld stoppen in het park. Want we vinden het ook een beetje verwaarloosd. Ik kreeg ook vanuit burgers toch wat klachten. Er was fors bezuinigd in die tijd. Toen hebben we zelf binnen de gemeente wat geld aangevraagd. En op die manier is er een proces op gang gekomen waarmee het hele park is opgeknapt. We hebben onder andere de paden helemaal nieuw geasfalteerd. We hebben enorm veel beplanting gedund. Om meer lucht en licht te krijgen in de beplanting. Zodat het meer vitaal wordt, zich meer ontwikkelt. We hebben de speelplekken, zoals deze, hebben we aangepakt. En de ontwatering is verbeterd van het park, want het was nogal behoorlijk vochtig de laatste tijd. We hebben bomen die dood gegaan waren, hebben we vervangen. Echt behoorlijke grote, bijvoorbeeld die mooie beukenlaan hier zo, hebben we beuken geplant. We hebben eiken geplant. Nou, zo is het hele park eigenlijk aangepakt. En eigenlijk zijn we nog ineens klaar, want het middengedeelte willen we nog meer beplanting dunnen. Zodat het nog wat vitaler en wat vrolijker eruit komt te zien.